Driebander Dick Jaspers is weer thuis. En zijn toch al imposante prijzenkast heeft daar weer een trofee bij. Nou, dat is de laatste prijs, Dick. Ja, een mooie, hè? Ja, mooie prijs. Ik kan niet lezen wat erop staat. Ik vroeg me af hoe je dat ding meeneemt in een vliegtuig. Ja, dat was lastig. Daar had ik wel een sporter voorbij. En dan had ik zijn tas mee te nemen. Dus het ging nog wel. Maar als ik alleen was geweest, dan had ik er een flinke klus aan. Na Portugal en Mexico won Dick Jaspers dit weekend in Zuid-Korea de derde wereldbeker op rij. Hoe komt het toch dat het zo goed gaat met de driebander? Ja, komt dat ik denk dat het EK winnen in juni met het wereldrecord, beste partij aller tijden. Dat natuurlijk ongelooflijk goed is voor je vertrouwen. En dat heb ik meegenomen in die wereldcup toernooien. Ja, dus dat is mooi. Hij is dus werelds beste op dit moment, maar Jaspers is niet meer te zien in de Nederlandse competitie. De sponsor van zijn team Hanze Catering komt de verplichtingen niet na. En zo kan het dat de beste driebanders van de wereld samen in staking zijn. Want geen geld, geen driebanden. Ja, de stekker wordt er nu gewoon uitgehaald en volledig terecht eigenlijk. Want omdat we dus, we willen natuurlijk niet zelf kosten gaan maken om overal te gaan spelen in de Nederlandse competitie. Ja, het is een vreemde zaak dat op dit moment de beste van de wereld niet te zien is in de Nederlandse competitie. En ook Thorbjørn Blomdahl ook niet. Ja, dat is een vervelende bijsmaak natuurlijk. Ja, daar kunnen we niks aan doen natuurlijk. Ja, oké, zo loopt het nu eenmaal. Dat is een teleurstellende zaak.